Wat is het tegen mij dat jij hebt gezegd dat ik dik was? Je moet je bek houden. Ja, maar jongen, dat was niet zo bedoeld. Heb je gehoord wat ik zei? We hebben allemaal onze ronde vormen. Jij dus ook. Je moet je muil houden. Als jij nog eens een opmerking maakt over Dirk's wasbordje, dan pak ik je bril af en ga ik erop zitten. Begrepen? En nu heb ik honger. Papzak. Wat zei je over mij? En geen seks natuurlijk, als je dat maar weet. Ik voel me een beetje opgeblazen. Maar dat maakt niet uit, ik heb trek in een koekje. Jij ook, Dirkie van me? Wil je een koekje, dikke? Je wil er zeker zelf ook eentje. Krijg je lekker toch niet? Een koekje van eigen deeg. Hey Hagrid, wie heb je nou je meegebracht? Dit is mijn nieuwe vriend Barry. Hij is ook homo, net als jij. Homo? Zeg Hagrid, wie zijn eigenlijk al die verlepte dwergen? Ik weet het eigenlijk niet, maar ze doen me wel denken aan de miskraamafdeling. Ik wou graag 10.000 lenen. Zo. Jij wilt 10.000 lenen? Mag niet. Voordat we beginnen, wil professor Perkamentus jullie even toespreken. Hou je bek, mut. Jullie zijn allemaal nieuw op deze school. En jullie zijn aan het puberen. Zonder condoom ben je op school helemaal nergens. Dus daarom moeten jullie op deze school allemaal veilig de liefde bedrijven. Dus gebruik allemaal een condoom. Fuck, ik denk dat Hermeline nu zwanger is. Dus dat is Barry Potter. Waar de fuck zal ik jou indelen? Bij de homers van Gryffindor of bij de mietjes van Zwartrecht? Ik wil van school gestuurd worden. Ik wil van school gestuurd worden. Jij wil van school afgestuurd worden? Ik wil van school gestuurd worden. Oké. Van school afgestuurd worden! Zwanger! Het condoom is gescheurd! Het is al de vijfde keer. Wat een eikel. Ja, lang voorrijden. Ja.